Er wordt volop gewerkt aan nieuwe appartementen op het Eindhovense landgoed Eikenburg in stadsdeel Stratum. Woningcorporatie Sint-Trudo bouwt het voormalige internaat van de Broeders van Liefde om tot 70 appartementen. Een klein deel van de woningen wordt straks bewoond door cliënten van Autismepunt en door talentvolle sporters. De rest is sociale huur. Huurders moeten op het landgoed vrijwilligerswerk doen om in aanmerking te komen voor een woning. Zoals werken bij het hospice van het Sint-Anna-klooster of helpen bij het onderhoud in het bos. Het monumentale Eikenburg is dus decennia lang bewoond geweest door de Broeders van Liefde. Een kleine groep kloosterlingen woont nog steeds op het landgoed. In november moeten de nieuwe woningen zijn opgeleverd.